Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bloemen van Sas, Ter Horst van Geel en Bibliotheek Midden-Brabant. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Aan tafel met Claudie. Elke week ontvang ik een leuke gast hier in de studio die een bijzonder verhaal komt vertellen of iets over een bijzonder onderwerp te melden heeft. We zitten zoals gewoonlijk weer in Tiliander in het gedeelte van de bibliotheek. Ik stel graag mijn gast voor vandaag aan u voor, Armand Prumpeler. Welkom. Dankjewel. Je bent opgegroeid in Oosterwijk, je woont er inmiddels niet meer, maar je bent nog regelmatig hier te vinden als het gaat over de oysters. Je hebt de bal ook meegebracht, zie ik. Dat is nog steeds je link met Oosterwijk? De oysters en mijn ouders natuurlijk, mijn ouders wonen hier ook nog. En daar kom je regelmatig? Regelmatig. Maar ik kom misschien wel vaker bij de oysters dan bij mijn ouders. Dus misschien is dat. Oké, dat ligt even anders. Je bent iemand die altijd heel erg actief is geweest in het zakelijke leven, zal ik maar zeggen. De harde business. Klopt. Maar je houdt ook van zingen, coachen, schrijven, een beetje de softere kant. Maar toch ben je geheel per toeval, heb je ergens een soort liefde ontwikkeld voor de persoonlijke ontwikkeling. Hoe is dat zo tot stand gekomen? De zakelijke wereld beviel me niet meer. Zomaar ineens? Nee, niet zomaar ineens. Beetje bij beetje denk je, nou, dit is niet mijn pad. Ik wil ergens anders naartoe. Dan gaat ook een tijdje niet zo goed met je. En dan moet je wat anders zoeken. En bij toeval kwam ik met een coach in aanraking. En die heeft mij twee sessies met mij gedaan, maar heeft weggeholpen. Ik dacht, nou, dat is interessant. Ik ben zelf een coachopleiding gaan volgen. En zo is de liefde voor de persoonlijke ontwikkeling ontstaan. Oké, en dan kom je in een hele softere kant, kan ik me zo voorstellen. Want coaches, dat is heel erg menselijk en kijken waar behoeftes liggen enzovoort. Hoe ging je daarmee om? Want je komt dan ineens in een hele andere setting. Nou, hoewel ik dan uit het bedrijfsleven kwam, was ik wel erg menselijk. Dus ik was meer de people manager dan de keiharde manager. Okay. Al mijn vooroordelen verdwenen. Het was een beetje heks op een bezemsteel wereld voor mijn idee. Dat bleek niet zo te zijn. Het was niet zo zweverig als dat je gedacht helemaal, had. Juist niet. En die mensen die het allemaal deden waren bijzonder interessante mensen, leuke mensen. Mensen waar ik veel voor kan leren. Mm-hmm. Dus dat ging allemaal vanzelf, het ging allemaal samen. Persoonlijke ontwikkeling is meestal iets wat je dus voor je eigen persoon doet. Ja. Maar kon je dat ook delen met andere mensen? Of kon je het ergens anders in praktijk brengen, datgene wat je ging leren? Op een gegeven moment wel. Op een gegeven moment ben ik ook gaan coachen. Ik ben ook training gaan geven in de loop van de tijd. En dat vond ik in het begin erg leuk, maar dat was toch niet niet alles. Daar wil ik niet fulltime mee bezig zijn. Okay. Daarbij is leuk, als hobby is leuk, maar fulltime is het niet. En bracht je daar dan het geleerde van je eigen opleiding, bracht je dat daar in de praktijk? Of hoe moet ik dat zien? Ja, ik deed de coachopleiding en ik heb daarna vervolgopleidingen gedaan, daarna trainersopleidingen. En wat ik daar leerde, daar gaf ik in trainingen bracht het in de praktijk en in coachingsgesprekken met mensen. Wat vond je het allerleukste toen je ineens van dat pad afging, van dat zakelijke stuk naar de persoonlijke ontwikkeling, dat je je daar helemaal in verdiept hebt? Eigenlijk twee dingen. Het ene kant is mezelf. Ik leerde mezelf veel beter kennen. Zit ik zo in elkaar? Dat is heel interessant. En andere mensen werden veel interessanter. Vertel. Mensen waar je normaal niet mee in contact, hoe kwam ik nou wel mee in contact, maar ook mensen die dingen deden waarvan ik denk. Wie gaat er nou mozaïeken? Ja, die mensen hadden daar zo'n mooi verhaal bij. Die waren daar zo enthousiast over. Dat ik bijna zelf wilde mozaïeken. Dus het respect voor andere mensen werd veel groter. En je ging dus mensen ook anders bekijken, maar ook anders luisteren misschien wel? Ja, anders luisteren. Ja, zeker anders luisteren. En meer vragen. Okay. Waarom vinden mensen dingen interessant? Ja, en dan vooral dingen waar wat ze blij om worden. Ja, precies. En wat niet voor jou voor de hand liggend was, ik maar zeggen. Absoluut. En er kwam een moment dat je besloot om daar een boek over te gaan schrijven. Wanneer kwam dat moment? Dat moment kwam een jaar of drie geleden. Het blijft jezelf ontwikkelen, want mensen coachen is ook zelf ontwikkelen. Training geven is ook zelf ontwikkelen. En ik kreeg wel door dat ik daar niet fulltime mee bezig wilde zijn. Toen dacht ik, nou, ik moet een boek schrijven. Want? Weet niet, het was er. Ik moet een boek schrijven. En dat heb je helemaal zelf gedaan? Dat heb ik helemaal zelf gedaan. En welk doel heb je met dat boek? Wat wil je de mensen vertellen? Wat ik eigenlijk wilde is mensen die op hetzelfde pad als mij zaten, een jaar of 10 geleden, die het niet slecht hebben, maar eigenlijk ook niet tevreden zijn. Ik denk, wat moet ik nou? Ik wil een andere kant met mijn leven. Mm-hmm. Voor die mensen wil ik een boek schrijven. Ik denk,
Ik schrijf mijn verhaal op aan de hand van respect. En als ik het kan, kunnen hun het ook. Dus dan een beetje misschien een duwtje in de rug geven. Dat respect is een belangrijk woord volgens mij. Hè? Dat je met respect met elkaar omgaat. Maar ook zo als je boek geschreven is. Het is autobiografisch geschreven, toch? Ja, rondom het thema respect. Zoals ik respect definieer. Oké. Wat heeft het boekje gebracht? Het schrijven, het proces? Een boek. Een boek, ja, een fysiek boek. Ik heb leren schrijven, want het is en niet zozeer het type, maar wel dat ik daar een bepaalde rust voor moet vinden. Dus ik kan nou zo rustig zijn, dat is een hele openbaring voor mij. Mm-hmm. Mooie recensies heeft hem opgeleverd, mensen die er blij van werden, het leuk vonden. Dus het boek is al geslaagd. Het boek is nu al geslaagd. Ja. Het moet eigenlijk nog naar buiten, maar het is al geslaagd. Je gaat dus voor persoonlijke ontwikkeling. Je stimuleert eigenlijk mensen dat verandering altijd mogelijk is. Ja. Dat schrijf je ook in je boek. Heb je nog een tip of iets voor de mensen thuis waarvan ze denken van hey, daar kan ik zelf ook iets mee? Ja, als tip zou ik willen geven, stop eens. Ga eens gewoon rustig zitten. Kijk eens wat je aan het doen bent. Kijk eens van een afstandje. En bekijk ook eens waar je heel blij van wordt en wat dat nou datgene is waar je niet blij van wordt. En dat zijn vaak maar kleine dingen. Als je die kleine dingen kun je veranderen en dan is het ineens weer een hele andere rit en is het allemaal weer een stuk leuker. Kijk, we moeten dus eigenlijk een stukje op de handrem even vertragen en even kijken wat er op dit moment is. Ja. Niet altijd, maar af en toe. Dankjewel Armand dat je dit verhaal met ons wilde delen. Succes met je boek. Dankjewel. Eerst Ik heet het boek. Hè? En als mensen thuis vragen hebben over misschien het boek of over het verhaal van Armand, laat het ons weten. Dan brengen wij u in contact met Armand. Dan kun jij die vragen voor hen beantwoorden. Zeker. Mocht u thuis denken van, hey, ik heb ook een leuk, bijzonder verhaal of een onderwerp wat ik graag hier aan tafel wil bespreken, dat kan. Laat het ons weten via info@lovo.tv en wie weet zit u dan een keertje bij mij als gast aan tafel. Dank voor het kijken naar deze aflevering van Aan tafel met Claudie en graag tot de volgende keer.